De dag nadat Richarda met de kinderen vluchtte, deed Jolantes vader als een gebroken man de poort op slot. Om hem vervolgens nooit meer te openen. Na de dood van haar vader erfde Jolante de villa. Sindsdien heeft ze maar één missie. Ze gaat er opnieuw een familiehuis van maken. Maar voor ze kan bouwen aan de toekomst, wil ze haar moeder helpen het verleden eerst af te sluiten. En ik denk dat we dit zo samen, hoe we dat nu doen, dat heel belangrijk is. Voor haar ook. En dat ze langzaam echt dingen kan gaan verwerken en achter zich laten. En daar ook zal komen met een gerust hart en zal denken, ja, weet je, het is goed nu. Jolante en haar moeder zijn wel vaker terug geweest naar Ibiza. Maar vandaag gaan ze voor het eerst in 23 jaar samen terug naar de plek die ze ooit in alle haast hebben verlaten. Ze heeft ons daar weggehaald en dan hebben we een leven opgebouwd in Nederland. En dan ga ik dan terug met mijn moeder en dan is dat voor haar toch wel heel confronterend. En dan probeert ze dat heel licht, weet je wel, oké, weet je wel. Maar dan zie ik gewoon dat ze er echt wel heel erg mee zit. Alles wat er toen is gebeurd, dat zit nog wel ergens in haar. Hier rij je elke dag. Tot. Zit zo meteen het. Pik. How am I supposed to carry on as though still the same? Oh my god, wat cute. We hopen dat laatste stukjes beter. Ja. Ik ken mijn moeder heel goed en ik zie dat ze het probeert te verwijten, zeg maar. Om niet te laten zien hoeveel pijn ze heeft. Zelfs al is het alleen aan mij, omdat ze gewoon niet wil dat ik verdrietig word omdat zij zoveel pijn heeft. Het voelt zo raar. Ze is altijd een hele sterke vrouw geweest. En ook voor al die kinderen. Zij moest er natuurlijk staan en ze moest laten zien, ik kan dit. En ze deed haar armen om ons allemaal heen. Maar zij was natuurlijk ook maar gewoon een meisje. Is alles heel erg dubbel. En dat is het eigenlijk ook altijd geweest. Maar nu om alles echt te beseffen en weer te beleven en toch her te beleven. Onbewust en bewust, want je zoekt het op, maar eigenlijk wil je het niet en gebeurt het toch, weet je wel, is het ook wel heel intens. Opeens staan ze weer met beide benen in hun verleden. Als ze nu naar binnen stappen, gaat de klok in één klap 23 jaar terug. Dus dat stellen ze liever nog eventjes een beetje uit. De mensen in Nederland, die kunnen zich dat niet voorstellen dat we zo in zo'n mooi huis gewoond hebben. Hè? Nee, het is wel een groot verschil. Met Van Dijkstraat. Hoe we eigenlijk ons hele leven gewoond hebben in Nederland. Het is moeilijk voor te stellen, maar alles in en rond het huis is nog precies hoe het was toen de kindertjes Kabau er met hun moeder vertrokken. Alsof het gisteren was. Oh. Als je ergens doorheen loopt waar je ooit gewoond hebt, dan roept dat natuurlijk altijd herinneringen op. Het is van wow. Het is het ene beeld na het andere flits voorbij. Nu naar binnen. Dan zeg je dat het de wind is die me overwaait. Hè? De verlaten villa is in de loop der jaren compleet leeggeroofd. Maar het geheugen van Richarda vult alle lege plekken feilloos in. Hier stond een groene bank met witte palmen erop. Achter de tafel, kijk nou. In die ene vreselijke nacht was Jolante een kleuter. Haar oudste zus was 13. De jongste in het gezin was nog geen jaar.
Jezus, die killen wij. Van Chubby? Ja, ik denk het wel. Shelly? Nee, van Chubby, ja. Ik heb heel erg veel ellende meegemaakt hier. En ik ben eruit gekomen elke keer weer opnieuw, want het is natuurlijk niet... Maar voor één keer rottigheid ga je niet weg. En twee keer kun je nog gaan. En drie keer misschien ook, maar... Oud, hè? Jeetje. Dan moet je wel sterk zijn. Maar als je kinderen hebt, word je sterk. Want je vecht voor die kinderen, daar hou je van. Kinderen zijn je alles. Hier ren je met je... Met je kleine fietsje. Ja, ik heb hier leren fietsen. Op dat roze, roze fietsje, ja, ja, ja. Je loopt toch terug, alsof je zo terug die geschiedenis inloopt. Die oude tijd waar we voor weg zijn gegaan. Dat verdriet en die angst die er toen was. Daar loop je opeens weer zo naar binnen. Zwervers en dieven hebben alle dure spullen die er waren in de loop van de jaren meegenomen. Maar de kinderkamers bleven 23 jaar lang onaangeraakt. En juist daar liggen de meest waardevolle herinneringen. Ach, kijk, hier is een oog. Kijk hier. Ja. Och. Deze heb jij gemaakt, toch? Nee, daar hadden jullie allemaal eentje een eigen kleur. Ik heb daar foto's van. Deze. Ik heb hier nog foto's van. Deze is van Deborah. Oh. Ja, dat moet wel. Die had geel. Wil je dingen meenemen? Kan dat? Ja, tuurlijk. Alles hierna gaan we beginnen. Dan... dan gaan ze alles weggooien. Ik denk dat ik misschien ook wel bewust me heel erg focus op mijn moeder. Zodat ik niet heel erg in mezelf hoef van na te denken en terug te halen. De momenten, wat er gebeurde en zo. Ik was een heel klein meisje, maar als er zulke dingen gebeuren... als klein kind zijnde, dan neem je dat meestal wel mee en onthoud je dat. En, er zijn ook mooie dingen die ik herinner, maar er is natuurlijk meer wat ik herinner... dat er heel veel angst was en dat ik mijn moeder heel verdrietig heb gezien. En dat de situatie gewoon, ja, niet meer goed was. En dat mijn moeder die keuze heeft gemaakt en dapper genoeg was om weg te gaan. Plotseling, met alle kinderen, omdat ze gewoon zag, ja, het is nu of nooit. Daar ben ik haar heel dankbaar voor. Ook al liepen we weg van mijn vader. Die ik nu heel erg mis, was dat op dat moment het beste wat ze kon doen. Jolante probeert sterk te blijven voor haar moeder. Maar in de allerlaatste kamer ligt haar hele kleutertijd. Daar is mijn kamer. Ja, ja, ja. Dat is heel spannend. Ach god, de minis en mickeys. Nou. Oh, het is hier benauwd, hè. Heb je? Nee, gewoon oude spelletjes. Pobre papa está malito. Kijk dan, papa. Oh my god. Zeg je dan iedereen? Kijk nou, ik wou je... Wat een bek, hè, Joland. God, zo ver. Kijk dan, dit heeft mijn vader geschilderd. Oh ja. Gewoon goed schilderen van je vader. Echt waar, tekenen, schilderen. Wow. Deze ga ik wel bewaren. Kijk, Javier Cabal. Kijk dan, mappen. Zo raar dat dit allemaal zo lang hier ligt.
Aan de ene kant wil ik het niet veranderen, omdat ik denk, ja, het ligt zo lang zo. Ik heb zoveel herinneringen hier. Maar aan de andere kant, ja. Wil ik het juist mooi maken, zodat we allemaal weer nieuwe herinneringen kunnen maken. Dingen die mij heel verdrietig maken van binnen of zo, die stop ik liever weg. Omdat ik dan denk dat ik dan zwak ben of zo en dat wil ik niet. En ik heb altijd zoiets van, nou kom op, weet je wel, we moeten door vooruitkijken en niet te veel terugkijken. En soms is dat heel moeilijk. Mama! Mooie plekken. Mm-hmm. Ik ben zo blij dat we hier kunnen wonen. We gaan het weer helemaal mooi maken. Ja. Dan mag je weer drijfkaarsjes in het zwembad doen. Dat was zo mooi, hè? Die kaarsjes en bloemen in het zwembad. Ze heeft nooit één dag terug willen draaien, want dan had ze ons niet gehad. Dat zegt ze altijd. En dan denk ik, pff, ze zou zo weer door al die ellende heen gaan om haar kinderen te hebben, snap je? En dat is zoveel liefde voor ons, dat ik denk, ja, dat wil je ook haar teruggeven. En met de mooie momenten in dat huis kunnen we dat doen.